Rio 1, ongeval beknelling. Oké. Ja, we gaan een kijkje nemen hoor. Rio 1, olielek. In ieder geval een lek. Oeh, daar komt weer zo'n Volvo. Ja, dat hebben jullie in een andere video zo gezien. Kijk daar links ook en dan voor mij moet dat natuurlijk ook gebeuren. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval en morgen. En vandaag ga ik op pad met de brandweer. Ik moet even lachen, want ik was weer helemaal met andere dingen bezig dan met mijn intro. Vandaag op deze sneeuwachtige dag, we maken er niet echt een 24 uur dienst van, we maken gewoon een beetje hoe het uitkomt. Pak wat meldingen mee als het goed gaat. Kloppen we even af, het gaat natuurlijk helemaal goed. Met de Man TS, super mooi ding. Gemaakt door Topmods en de skin gemaakt door... Ja, iemand. Ja, ik kan niet zeggen wie eigenlijk. Of daar echt een naam, of die echt een naam heeft. Dus dan zeg ik beter wel even niks. Maar in ieder geval shout-out. Voor degene die het zelf al weet. Ja, wat ik het leuke vind aan deze TS, als je hier iets wilt pakken, dan komt het naar buiten. En het lijkt wel toeval. Maar dat is wel gaaf gedaan. We doen uiteraard de luiken zo meteen dicht. We zullen eerst nog even voertuigcontrole doen door middel van blauw en zo. Blauw lijkt het doen. Oranje niet ook. Wat was dit? Het waren de grillflitsers geloof ik. Yes. Maar die gaan ook aan met blauw. En dan heb je oranje nog een keer. Goed. En dan even ons water checken. Firehose. Ja, dat dacht ik natuurlijk ook. Dit is natuurlijk glad vandaag. We gaan eerst even options. Everyone ignore player uitzetten. Of aanzetten. Want anders gaat iedereen mij nu aanvallen als ik zou gaan spuiten. Of wegrennen en bang zijn. Nou, die doet het helemaal goed. We gaan de luiken dicht doen. En dan is het wachten op de eerste melding. En die zal zo meteen wel komen. Moeten we rekening houden met andere meldingen dan... dan in de normale periode zonnesneeuw. En de ene kant niet. Want je hebt natuurlijk... aan de ene kant wel. Want ga er maar niet vanuit dat deze struiken hier nu, ik wil wijzen, maar druk op de W. Dat die struiken in de fik gaan vliegen, omdat het en natuurlijk ja, sneeuw ligt erop en ijskoud en zo. Maar aan de andere kant in GTA kan alles nog steeds. Dus ik hoor een kazernealarm. Maar geen melding. Handig. Leuk. Zo van kazernealarm, maar geen melding. Boys, wat gaan we doen? We gaan niks doen. We gaan eens achter hier kijken of hier nog wat te beleven valt. Nee, dus oké, interessant. Oh, sorry. Ja. All units, is reporting an automobile on fire on Elgin Avenue. Units respond code 3. Roger, we're heading over now. Roger. Iedereen ademlucht om, we zijn met z'n drieën. Nou, er komt er nog een. Ik weet niet of die nog gaat uitstappen. En uitgerukt en weg zijn we. Ik ga hem handmatig schakelen zetten. Natuurlijk niet bij een TS, maar ja, het is voor de grip hè, op de weg is dat wel wat handiger. It's an emergency! Out of the way!
gewoon een tankstation hier mee. Ja, niet letterlijk mee. Lijk. Niet letterlijk meenemen, want ja, dan ontploft alles, maar gewoon via het tankstation. Zachte sirene, geloof ik. Oh, oh, sturen. Daar ze. Hij lijkt niet echt in de hand te staan. Misschien heeft hij in de hand gestaan. Goedendag, we gaan eens kijken. Hallo, brandweer. Het lijkt er niet erg op dat die in de fik staat. We kunnen onze toolbox pakken, kijken of we het voertuig kunnen fixen. Zodat meneer zijn weg kan vervolgen. Ja, het geschiet is uiteraard van de schietbaan die hier ligt, dus niet denken over het schoten. Waar u reageert niet op. Dat is inmiddels wel normaal als je hier in de buurt bent. We kunnen helemaal niks. Behalve een takelwagen dan voor meneer vragen. Want ik neem aan dat hij anders nog niet meer rijdt. De takelwagen is hier natuurlijk allemaal weg en dan gaan wij... Elgin Avenue, target vehicle ik rij niet standaard terug naar die andere. Nou, nu kunnen we gewoon naar deze. Maar ik wil daar naar die andere rijden, maar dat is natuurlijk niet helemaal de kazerne waar we vandaag thuis horen. Attention all units, citizens report a serious MVA on Altopia Parkway. Respond code 3. Copy that, we are on our way. 10-4. Rio 1, ongeval beknelling. Fire truck on scene. Er is al een brandweer ter plaatse. Ik rij het er niet voor niks over de stoep, hè? Ja, eigenlijk wel, want het was niet nodig geweest. We kunnen natuurlijk niet even hard rijden als dat we normaal rijden, want kijk eens wat hier gebeurt als je... Handig! Maar dat maakt helemaal niks uit. We zijn er bijna.
Oh. Dat is een apart voertuig. We hebben twee slachtoffers te zien. Eentje mogelijk nog bekneld. Nee, ik ga er niet tegenaan rijden. Stop even. Zo. Zo dan. Oké. Nu hebben we... Oh, we hebben het erin gehad. Nu hebben we een veilige werkruimte. Ik wil dat jullie gewoon zich bezig gaan houden met de slachtoffers. Ik ga naar een ambulance ter plaatse vragen. Ik ga deze meneer even checken. Goeiedag, ondanks het wapen, alles goed. Oh, hier ligt er nog een man inmiddels. Er ligt een motor onder, zo te zien. Stomme vrachtwagen. Oké, de deuren zijn open van deze meneer. In de motorkamer even. Waarom schrikken jullie nou? Oh, nu heb ik hem vermoord. Sorry, niks gedaan. Nee, is niks. Valt mij. Okay, equipment. Jij zet je rot sirene uit. Het gaat dus niet. Gelukkig zijn de sirenes niet heel hard. Misschien ook wel hoor. Ik geloof dat iedereen dood is. Dus dan hebben we 3 doden. Dan gaan we maar een lijst hebben. Oh ja, wij mogen dat helemaal niet vasthouden. De ambulance is nog onderweg. Die glijdt er nog hier naartoe. Ik wil alleen even het verkeer weer laten doorrijden. Anders... Anders rijdt hij verder. Maar dan rijdt hij dus ook verder stop. Ik ga voor hem staan. Hun moeten uitstappen. Dat gaan ze blijven niet doen. Ja, leeft nog. Daar dood, onder de auto dood. Meneer, weet ik niet of hij dood is. Dat kunnen we wel zien, hè. Nee, die leeft nog. Mooi. Wij gaan retourkazerne. Voor ons zit het hier helemaal erop. Wij kunnen niks verder betekenen voor de mensen hier ter plaatse. Nee. En voor de ambulance. En voor de collega's van de andere TS. Ik ga ergens overheen. Ik wil er niet waar over. Ja, natuurlijk ook omdat ik in zijn vierde versnelling zit. Maar normaal zou het niet zo moeizaam moeten gaan. Kijk maar hoe snel ik nou weg ben. Attention all units. We have a civilian requiring assistance on Signal Street. Respond code 3. Oké, ja, we gaan een kijkje nemen hoor. Prio 1, olielek. In ieder geval een lek. Ik weet niet wat er lekt. Ik ga het ook even een automatische transmissie zetten. Ja, thanks hack. Normaal zouden we vol recht doorgaan. Als je binnen een bochtje pak, opletten met de auto. Ja. Wil. Ja, dat ding rijdt weer. Links af. Het is ook wel een verschil, hè? Die sirene die het soms... Nu. Die wat je daar tussendoor hoort komen, dat is toch wel echt een
Is er een die veel sneller? Daar komt weer zo'n Volvo. Ja, dat hebben jullie in een andere video zo gezien. Kijk daar links ook en dan voor mij moet dat natuurlijk ook gebeuren. Die Volvo's die gaan helemaal loco op die sneeuw, jongen. Kijk dan. Hoppa, zo de water in. Daar ploft er eentje. Ik rij hier zeg maar met prio 1. En dan komt er nog een. Ja, die Volvo's die gaan echt loco. Ja, wij zijn er wel de dupe van. Gelukkig de Volvo XC60 niet. Remmen. Oeh, shit. We got this one. Come on. Hey, son. Love you. Brandmeester in ieder geval. Ja, weer nog twee slachtoffers liggen. Er zit in ieder geval niemand meer in, maar ja, hun stonden echt letterlijk naast de... naast de explosie, dus die zullen ook niet overleefd hebben. Ik ga hier eens weg, ik weet niet of de ambulance iets gaat doen. Dat ik misschien straks in de weg. Denk het wel waar, weliswaar niet. Nou, ook hier hè, voor ons valt hier niks meer te doen. Ik zet hem op end en de ander mag het oplossen. Als ze nog iets gaan oplossen. Zo, we zijn weer terug en dan gaan we naar de laatste melding van vandaag. Het is een tijdje, ben alweer een tijdje bezig. Dus let's go dan nog maar. Eens gaan eens kijken. Oké, geen melding. Ja, mooi. Dan is het even wachten, nog steeds sneeuwachtig. Zoals de hele maand. Nu priootje 1 voor de brand. El Burro Boulevard, Bronco 3. Copy dispatch. 10-4, copy that. Als iedereen om heeft gehangen, dan zet ik hem op follow me. En dan stappen ze weer in. En dan is het uitgerukt. Daar komt dus een Volvo en dan nog een snelweg hier. Links. Niet vrij, links, niet vrij, links, niet vrij. Nu wel.
Volvo's zijn te gekke geiten. Je voelt dat het niet op de snelweg is, maar dat we hier eens links de berg in moeten. En oh nee, toch even de route volgen. Rood licht bij een snelweg oversteek, dat is altijd gevaarlijk. Kijk die Volvo daar wel spinnen, wat een gekke. Hoppa, hij maakt wel mooi ruimte. Dat moet je toegeven. Kan aan de kou. Oeh ja, tuurlijk joh. Hey, wat gebeurt hier dan? Kom ik hier kom ik sowieso niet omhoog dadelijk. Oh, easy. Maak hem even gebruik van de hele weg. Oh, dikke drift. Oh, hij staat in brand te zien. Nu niet meer. Net wel. En nu wel, nu wel, nu wel, nu wel. Ik hoor brand, ik hoor brand. Ik... firehose. Begint te blussen. Nee, niet hier. Blijf hier. Blijf staan. Dit is de kofferbak, zeg maar. Hier zit de motor. Goed, nablussen. Zo, ik denk dat deze wel mooie... mooie geblust is. Ik ga een takelwagen oproepen. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over twee dagen. Nou, ik beloof even niks, sorry. Ik zie jullie graag binnenkort weer bij een nieuwe video. Dit is nog steeds mijn standaard zin over twee dagen. Maar ja, soms moeten we echt gewoon even wat minder gaan uploaden. Om wat langer te kunnen blijven doorgaan. Ik denk over twee dagen. Komt goed. En anders over drie dagen of over vier dagen. Ja? Tot dan. Doei!